Een heel sympathiek merk is het Belgisch-Nederlandse Domani. Met hun 30 voet zeiljacht werden ze bijna Hiswa-boot van het jaar. En daarna gingen ze niet op hun lauweren rusten, maar werd de zeilboot verder doorontwikkeld en werd in het geheim gewerkt aan een elektrische chaseboot. Deze 32 voeter is een ontwerp van Peter Bosgraaf samen met AH Creators. Het komt uit België. De makers claimen dat je met één laadbeurt 100 mijl kunt varen. Dat is 185,2 kilometer. Dat is enorm veel. Nou, dit is de open versie. Er komt ook een Gran Turismo versie en een Targa versie met een hardtop waarop je ook weer zonnepanelen kunt leggen. En dat vergroot je actieradius nog meer. De basis van de prestaties is een weerstandsarm onderwaterschip en een 50 kW 380 volt elektromotor. Er zijn verschillende accupakketten, allemaal lithium-ion. En dat begint bij 37,5 kW en het loopt tot 75 kW. Er is ook een hybride versie met 11 kW continu vermogen. In de basisversie kun je 5 uur lang varen met 15 km per uur. En in de plusversie zelfs 12 uur. Maar je wil af en toe natuurlijk ook harder varen, dat kan. Topsnelheid is 28 km per uur. En dat kun je in de basisversie een uur lang volhouden. En in de plusversie zelfs 2 uur en een kwartier. En dan heb je een actieradius van dik 65 kilometer. Hierbinnen zie je dat het een hele comfortabele, mooi uitgevoerde boot is. En het is misschien nog wat toekomstmuziek, maar er is ook een waterstofaandrijving voor deze boot in ontwikkeling. Het is toch wel grappig, hè? Dat de toekomst van de watersport misschien wel uit de combinatie van België en Nederland komt.